Wij zijn bezig om een haven te dempen hier in Almelo bij ons bedrijf. Zodat wij er beschikking krijgen over een hectare grond. En waar is die hectare dan voor bestemd? Die grond die hebben wij aangekocht via de gemeente. En die gebruiken wij als tasveldruimte. En nou zou u zeggen van wat is tasveldruimte? Ja. Wij maken betonstraat, stenen, banden en tegels voor de GWW-markt. En die producten die staan, als die gemaakt worden, dan staan die één nacht in een droogkamer. En de andere dag moeten die er weer uit. En die grond zijn we dus nodig om onze producten die gemaakt zijn uit te laten harden. Waarom gebeurt dat niet in Friesveen? Want daar hebt u ook nog een bedrijf. Klopt, wij hebben in Friesveen hebben wij ook een vestiging. Daar maken wij hoofdzakelijk onze de bochten, de hulpstukken voor de rechte banden. En daar maken wij veelal onze tegelproducten. En daar zouden wij wel graag uit willen breiden, maar dat kan niet. Wij zitten daar opgesloten met aan de ene kant zit het kanaal. En aan de achterkant daar zit de spoorlijn. Ja, we zijn al heel veel jaartjes ben ik er al mee bezig. En mijn vader is er ooit al eens mee begonnen in 1997 dat de eerste contacten gelegd zijn met de gemeente Almelo. Hoeveel mensen hebt u in dienst? Ja, dat wisselt. Hè. Wij zijn een seizoensbedrijf, dus dat wil zeggen in de winter hebben we een flexibele schil. En dan hebben we een paar mensen minder in dienst. En in het voorjaar dan schalen wij weer op. En dan gaan we meestal weer in ploegen werken als de economie goed is. Op dit moment moet u denken dat wij aan 80, 85 mensen in vaste dienst hebben. En als wij opschalen naar ploegendienst, dan zitten we rond de 100 mensen. Het is, want die vraag die zal er wel komen, die bespaar ik u dan. U wilt natuurlijk graag weten, zijn er arbeidsplaatsen mee gemoeid door dit te doen? Als de economie goed is, dan kunnen wij nu extra opschalen. En dan geeft dat werk voor 6 tot 7 extra mensen in Nederland. Wanneer denkt u dat alles klaar is en in gebruik genomen kan worden? De aannemer heeft de opdracht in ontvangst genomen. En de planning is dat eind januari, dus 2021, dat dan de haven gedempt is. En dan is het de bedoeling dat we een puinfundatie op aanleggen en dat dan onze straatstenen erop komen. Dan moet er nog hekwerk omheen. Dus ja, ik denk dat het eind maart, april, dat we dan gereed zijn om onze eerste producten erop te zetten.